Brutaal, overrompelend, surrealistisch en zeer persoonlijk. Maar daarom ook onbegrepen en onbekend bij het grote publiek. Een artiest Modi, een vervloekte kunstenaar. En toch zou hij in de jaren 60 grote naam maken als de grote vernieuwer van het Nederlandse filmdoek. Regisseurs als Bertolucci en Godard die roemden zijn talent. Dit is het verhaal van Adriaan Ditvorst uit Bergen op Zoom. Bergen op Zoom, met zijn Theodorushaven, zijn Gertrudiskerk en zijn traditionele vastenavond. In 1969 vastgelegd door de hier geboren en getogen Adriaan Ditvorst. Nederlands begaafdste filmer, die een klein maar belangrijk oeuvre heeft nagelaten. Met films als Karna, Ik kom wat later naar Madra, Paranoia, De blinde fotograaf, De mantel der liefde, De witte waan. Adriaan Ditvorst ziet in 1940 in Bergen op Zoom het levenslicht. Zijn jeugd wordt getekend door de plotselinge dood van zijn vader, die in 1950 bij een auto-ongeluk om het leven komt. De dood, het katholicisme en de eenzaamheid zouden de belangrijkste elementen binnen dit Ditvorst oeuvre gaan worden. Je zonden zijn je vergeven, want je hebt goed gehandeld. Adriaan is als kind al een begaafde jongen. Van jongs af aan is hij bezig met tekenen en hij wil dan ook graag beeldend kunstenaar worden. Maar het loopt iets anders. Het wordt uiteindelijk de film. En die Nederlandse film, die schreeuwt om vernieuwing. In het City Theater in Amsterdam vond de gala-première plaats van de nieuwste Nederlandse speelfilm. Begin jaren 60 van de vorige eeuw kent Nederland alleen premières van filmers als Bert Haanstra en Fons Rademakers. Met films die dat typische Nederlandse karakter hebben. Wat belegen en oudbollig. Mevrouw Rademakers, die haar man tijdens de opname assisteerde, kreeg een bloemetje aangeboden. In Amsterdam praat ik met filmcriticus Hans Berenkamp over de naoorlogse Nederlandse film. In de jaren 30 hadden we een filmindustrie, maar dat waren allemaal Duitse emigranten. Of veelal Joodse emigranten. Na 1945 waren die allemaal weg, zijn nauwelijks teruggekeerd. Dus we hadden hier eigenlijk geen enkele filmtraditie. Toen is in 1958 is er met overheidsgeld besloten van we moeten een filmacademie oprichten om om mensen te kweken die films kunnen maken. In het door hippies gedomineerde Amsterdam wordt daarom de filmacademie opgericht. Om een nieuwe generatie jonge makers op te leiden voor het vak. Adriaan meldt zich aan en hij wordt aangenomen. Hij reist elke dag van Brabant met de trein naar Amsterdam. En het is in die trein dat hij een andere Brabant ontmoet. Die ook naar de filmacademie gaat. Jan de Bont. Jan de Bont woont nu in Amerika. Mega succesvol en bekend van zijn camerawerk in films als Turks Fruit, Die Hard, Basic Instinct, The Hunt for Red October en hij regisseerde Speed, Twister en Lara Croft, The Cradle of Life. En hij produceerde ook Equilibrium en Minority Report. In Hollywood spreek ik met hem over die begindagen aan de filmacademie en zijn oude vriend Adriaan. Adriaan was, he was from Brabant, as you know, he's from Bergen op Zoom. And we got to know each other very quickly because of our accents, number one. the soft G. And which was actually really funny. But we also got along very immediately. Maybe because Brabanders do get along very easy. I don't know. I felt like they're not as uppity as the people in the north were at the time. But that was like a very exciting period, no? I mean, like, as for when you're in your late teens, you go to Amsterdam and you see all those things happening, that's super exciting. We were very free, and we were, because nobody had a better idea, and quite often we were full of ideas, and we were all very excited about film,
And what we did not want is make the same films as were made in Holland before. We wanted to make experimental movies, and we kind of wanted to change the world. So we made experimental films and went to film festivals nonstop, little film festivals, not very little, for, and showed our films there. Samen met Jan de Bond gaat Adriaan naar Parijs om de films van de Nouvelle Vague te gaan bekijken. En juist deze stijl van filmmaken inspireert onze jonge cineasten enorm. Ik got a few connections, and Adriaan specifically, he was loved the Nouvelle Vague. You know, I liked it because it was a daring way at the time to create new images. Godard, he did a movie called Le Mépris. At one point, it was a beautifully shot movie, and we were able to get on the set, and it was fantastic. You know, as young Dutch filmmakers, you know, never having seen those big cameras, of course, and they had those massive Panavision cameras at the time. Ze experimenteren erop los met het weinige geld dat ze hebben, en dit resulteert in 1965 in Adriaans eerste film. Laat ons bidden. Ik kom wat later naar Madra. Heer, verlos haar van alle kwaad. Een verhaal over een soldaat die deserteert om naar zijn vriendin te gaan, die een auto-ongeluk heeft gehad. De film is meteen een internationaal succes. Die film Ik kom wat later naar Madra is ook internationaal bijzonder opgevallen. Hij is daar toen mee naar het festival van Pesaro gegaan in Italië, wat toen een belangrijk festival was. Nu bestaat het al lang niet meer. En daar ontmoette hij dus ook mensen als Jean-Luc Godard en Bernardo Bertolucci, die allemaal razend enthousiast waren over die film. En dit voorst dus echt begroeten als een van hen. Dus hij werd toen eigenlijk opgenomen in een soort Europese beweging van de nieuwe kunstfilm. In 1967 draait Adriaan Ditvorst zijn tweede film, Paranoia, gebaseerd op de gelijknamige novelle van Willem-Frederik Hermans. Het is een verhaal over een soldaat die een oorlogstrauma heeft opgelopen en zich heeft afgezonderd van de buitenwereld. Je wou erin, hè? Maar je zal het wel laten. De film wordt gemaakt voor 150.000 gulden, maar hij brengt slechts 30.000 gulden op. De film slaat dus niet aan bij het Nederlandse publiek. Het is eigenlijk een heel interessant movie. Het is ook een beetje surreal, of course. Ik bedoel, het is totally surreal. Maar het is ook, als je er meer over denkt. I always saw him more than anybody else, you know, in that movie. It's really, because it was, he wanted that particular performance. And I think it was maybe because that's how he saw himself a little bit. Met geld van het ministerie van Cultuur belooft Adriaan een documentaire te gaan draaien over de vastenavond in Bergen-op-Zoom. Het wordt echter een totaal andere film, surrealistisch verhalend in de typische Ditvorst-stijl. Voor Adriaan is Karna een reis terug naar zijn geboortestad. De stad waar hij zo'n haat-liefdeverhouding mee heeft. Een reis naar zijn verleden, naar oude tradities. Wouter van der Watering is ook een jonge filmer uit Bergen-op-Zoom. Pas enige tijd geleden heeft hij zich verdiept in het werk van Ditvorst. Hij praat over de rol van deze stad in zijn leven en in dat van Adriaan Ditvorst. Het is denk ik de traditie die ons hier houdt. We hebben vastenavond, we hebben een Maria-omgang, heel veel stoeten, heel veel spel, heel veel theater. Dat is wel echt Bergen-op-Zoom. En als je dat gewend bent als kind, dan wil je niet anders of zo. Ik denk dat tradities, kwam Adriaan daar ook voor terug? Ik weet het niet. Hij heeft natuurlijk wel film Karna gemaakt over de vastenavond. En ik vond het wel, ondanks dat dat volgens mij meer een opdrachtfilm was, heeft hij er toch wel een heel eigenzinnig beeld van gemaakt. En de grap is dat het eigenlijk naar mijn idee niet heel veel veranderd is. Dat het is moderner geworden, dat klopt. Alleen, ik zie nog steeds diezelfde gekkigheid. En je zou er zo een soortgelijke film van kunnen maken. Wel. Is Adriaan ontworteld en zit hij met zijn lichaam in Amsterdam en met zijn ziel in Bergen-op-Zoom? Hoe dan ook, na Karna volgt het ene compromis naar het andere. In 1973 brengt hij De Blinde Fotograaf uit. En in 1975 Flanagan. Allebei commerciële flops. En Adriaan kwijnt eenzaam weg op een zolderkamertje aan het Vondelpark in Amsterdam. His movies were artistically very good.
but not successfully in a commercial way. So that was extremely depressing for him. And so, and each time he did something else, and again, people liked it and loved it, and the critics liked it, but very few other people. Made him only more depressed, you know, and more closed off again. And if you see that happen, you know, several movies in a row, you kind of start to, you know, I'm sure he must have started to think, wait a second, maybe it will never happen. Christus, wat is dit? Na een oneindige reeks mislukte projecten is voor dit Voorst de maat vol. Wat ben jij voor een regisseur? Hij moet zijn gal spuwen over het slechte filmklimaat in Nederland. Hier, dit zou je maken, dat hebben we afgesproken. En zo maakt hij de film De Mantel der Liefde. Wat heb je goddomme met mijn poen gedaan? De benodigde 600.000 gulden komt van een drugsdealer die je uit een café kent. Daar zijn we nou mee bezig, meneer Meijer. U begrijpt het niet helemaal, geloof ik. Ik begrijp niet. Als producent heb ik je opdracht gegeven een klassieke film te maken. Wat heb ik met die collega's? Binnen 2 maanden is de première van de film. Maar even snel als de film in de bioscopen komt, zo snel wordt hij ook weer uit de roulatie gehaald. Titels komen nog. Uw naam. Een meesterlijke autobiografische film, die echter niet meer dan een luttele 3400 bezoekers trekt. Hij zei in dat laatste interview dat hij zich voelde als een brandweerman die zijn ladder steeds verder uitschuift, maar hoe verder hij ook uitschuift, hij komt niet dichter bij het vuur. Na 6 jaar werkloosheid verfilmt hij De Witte Waan. Het wordt zijn filmisch testament. Zijn turbulente gevoelens, zijn visie op de wereld, zijn levensstijl. De critici zijn vol lof over De Witte Waan. Maar ook deze film trekt nauwelijks bezoekers. Slechts 1700 in totaal. Adriaan raakt totaal gedesillusioneerd. When you know a person so well and and you think, you know, that through your friendship you can help a person, that ultimately how little power we all have as to influence another mind, you know, and we think we do and we think we can help him or her and it doesn't always work. En ik vind het jammer dat heel weinig mensen vanaf weten, denk ik. Tenminste, de wat jongere generatie weet er zeker niet vanaf. En ik wist helemaal niet dat het nog zo leefde in de wat oudere generatie. Maar daar hoor ik meer van terug van, oh ja, die ken ik wel. Daar heb ik wel van gehoord dan van een ander. Ik ben er zelf ook pas sinds een jaar of 2, 3 geleden achtergekomen dat hij bestond. En toen ben ik natuurlijk heel veel gaan inlezen. Vond ik juist wel heel bijzonder. Maar ik denk dat heel veel mensen niet weten wie hij was. But then, when I actually heard how he did it, that was very different. That was much more practical. But still, first a long walk into the water. See, that's like, that's typical him. That is really, and slowly weighing himself down. That was very, very, very dramatic, of course. No? Adriaan beseft dat de persoonlijke films die hij graag wil maken onmogelijk zijn in het Calvinistische Holland. Hij ziet maar 1 uitweg en schrijft diverse afscheidsbrieven. Die naar het filmfonds eindigt met de zin: alles is stilte. Meer is er niet. Adriaan Ditvorst keert nog eenmaal terug naar zijn geboortestad Bergen op Zoom. Hij boekt een kamer in een hotel en besluit om op een zondagavond de Schelde in te lopen. Steeds dieper en dieper gaat hij, totdat het water aan zijn lippen komt te staan. Filmer en regisseur Adriaan Ditvorst, in 1940 geboren te Bergen op Zoom en in 1987 al daar gestorven. Voor mij ben je een echte Brabantse filmheld.